Oussama Bouyaglave, ja, jullie winnen de ene laatste oefenwedstrijd voor de competitie start met 1-0 tegen je oude ploeg FC Den Bosch. Ja, een lekker gevoel overgehouden aan die ene laatste pot? Ja, klopt. Goed gevoel. We hebben gewonnen. Dat is het belangrijkste wat er is. En tegen een club uit onze eigen competitie. En ja, goed gevoel richting volgende week. Ja, dit was eigenlijk de B-ploeg van Almere City FC, zo moeten we het een beetje zien. Het basisteam kwam niet in actie vanavond. En toch win je van FC Den Bosch. Dat zegt ook wel wat, denk ik. Ja, klopt. We hebben gewoon heel veel kwaliteit in ons team. Op elke positie hebben we wel genoeg keus. Dus dat is wel goed van ons. Ja. Jij tekent voor de enige treffer in de wedstrijd. Je bent de matchwinner. Ja, dat moet een heerlijk gevoel geven, helemaal tegen jouw ploeg. Ja, klopt. Het is de eerste keer dat ik tegen mijn oude ploeg speel. En ook gelijk eerste goal. Dus ja. Ik hoop dat er meer mogen vallen. Ja, invaller Gerald Margarita, die bediende jou. En je stond ook wel helemaal vrij bij die tweede paal. Hè? Was niet te missen. Ja, goede actie van hem. Ook een heerlijke bal naar mij. En het was niet te missen inderdaad. Ja. Aan de andere kant baal je ook niet een beetje. Want het beoogd basisteam kwam niet in actie vanavond. En die gaan tegen Groningen spelen zaterdag. Robben komt misschien naar Almere. Ik kan me ook voorstellen dat je daar een beetje van baalt. Ja, tuurlijk. Groningen is een eredivisieclub. Daar wil je natuurlijk tegen spelen. Tegen grote spelers zoals Robben. Daar wil je ook een keer tegen staan. Dat zou een mooie ervaring zijn. Maar ja, we zien volgende week wel wat de basis is. Ja, dus de kaarten zijn nog niet geschud in jouw ogen? In mijn ogen nog niet. Nee. Hey, over 10 dagen begint het al, hè? Gek gevoel eigenlijk, hè? In deze rare tijd. Ja, klopt. Een aantal maanden geen competitie gehad. En eigenlijk is het best wel snel gegaan, vind ik. Volgende week al begint de competitie. Heb je het idee dat jullie er een beetje klaar voor zijn? Wij zijn er inderdaad klaar voor, ja.